graag ook te horen is een stukje inspiratie voor hoe we de overheid beter vorm kunnen geven. Ik ben naar dit congres gekomen omdat het mij een goed overzicht geeft van alle activiteiten die er binnen de overheid plaatsvinden op het gebied van ICT. Ja, vooral toch de juiste mensen te spreken en nieuws te horen. Welkom iedereen. Ik ben blij dat er een zaaltje vol zit. We gaan het over de uitvoering hebben met elkaar. Ik ben eigenlijk heel erg blij dat ook iemand van de uitvoering aan tafel zit. Dus het was wel een heel bizar gesprek geworden, hè? Dus dat hebben we toch nog weten te regelen zo met elkaar. En op dit moment speelt bij ons meer. Hoe kan ik zorgen dat ik vanuit de informatievoorziening de ambities die de Enschedese Raad en het college heeft, om die ook bij te houden. Ja, noem eens zo'n ambitie. Ja. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik de AWBZ zo dadelijk uitvoer? Ik moet zeggen dat ik meer wakker lig van, krijg ik dat ook uitgevoerd, dan of ik dat veilig krijg uitgevoerd. Wat gaat King daarmee doen? Ja. Want dat is ook een beetje hier aan tafel de vraag. Hoe vullen we elkaar aan? Ja. Waar voegen we waarde toe aan elkaar? Ja, toen ik net zei dat veiligheidsprobleem waar we ons mee bezighouden, zei ik ook tegen mijn zin in. Want niet dat ik niet voor veiligheid ben, maar er zijn inderdaad grotere uitdagingen waar we mee te maken hebben. En het risico is dat die zeker op gemeenteniveau verdrongen worden door de veiligheidsvragen. Maar de grote uitdaging voor gemeenten is de decentralisatie. Ja. Het gemeentefonds neemt met de helft toe. En als we het budget vergelijken met werk en inspanningen, wat er moet gebeuren en verantwoordelijkheid, dan neemt de verantwoordelijkheid van gemeenten enorm toe. Wat gaat ICTU doen met deze uitdaging? Wat we in ieder geval doen is met onze kennis en ervaring die we hebben op veel gebied, op monitoring, op kennis van ID-vraagstukken, zorgen dat we King daar steunen met onze kennis waar zij de voorhoede naar de gemeente zijn, dat wij achter hen aan meedoen met die kennis en ervaring. Een leuk voorbeeld is bijvoorbeeld twee weken geleden, 12 januari in Den Bosch, hebben de meneer die hij net noemde, Karel Meijs, Toftisse en ik getekend voor een venster op bedrijfsvoering. Dat is een internetspiegeldeel van het geheel waar we met z'n drie hebben gezegd, daarin gaan wij samenwerken en zorgen dat dat goed ingezet kan worden, ook bij andere gemeenten straks. Steven, wat vind jij nou de meest cruciale factor in deze processen? De kern van de zaak is om het niet over ICT te hebben. De kern van de zaak is om het als een organisatieprobleem te analyseren en als een managementvraagstuk te managen. En daar komt een heleboel ICT bij. Wij starten ons onmiddellijk op systemen die we daarvoor moeten gaan definiëren. Dan gaan we die systemen bouwen. En daarna gaan we ontdekken dat we die systemen in processen moeten laten werken waar we nog nooit over hebben nagedacht. En dat is wel een beetje de verkeerde volgorde. Er zijn meer ideeën die je in een mensenleven kunt realiseren. De grootste uitdaging is volgens mij selecteren. En die dingen eruit pikken waar je de samenleving het meest mee kunt helpen. Wat in ieder geval weer opvalt bij zo'n bijeenkomst, dat je heel veel bekenden ziet. En toch ook altijd weer mensen die je een tijd niet gezien hebt, waarmee je een afspraak kunt maken en zeggen, oh, maar daar weten we wat van, daar kunnen we elkaar vinden, kunnen we elkaar helpen. Dat vind ik wel heel bijzonder van dit soort bijeenkomsten.